kijk, dit soort wedstrijdjes moet je toch niet wakker van liggen. Maar kijk, Weghorst, die zet zichzelf onder druk. Die heeft een hele eigen technische staf bij zich. Ja, die heeft wel heel veel mensen om zich heen. Ook nog allemaal mensen die, ja, nu hij in Nederland zelf al speelt, zich gaan profileren. Zo van, dat hebben wij op ons geweten dat hij zo ver gekomen is. Ik word altijd een beetje misselijk van. En wie neemt hij dan allemaal mee? Wat zijn dat dan voor figuren alles, die hij meeneemt? Een voedingscoach, een mental van coach. Van alles. En er is een meneer uit Winterswijk, ja, die eist al die successen op en zo. En die zorgt dat hij 3 keer per dag zoveel calorieën binnenkrijgt en zijn rust krijgt en zo. Denk, waar hebben we het over, jongens? Weghorst, die doet net of het iets verschrikkelijks is, voetballen. Kijk, het gevaar is... En daardoor is die jongen ook zo gespannen, weet je wel. Alles wat hij doet, is eigenlijk overdreven. Iedere reactie is overdreven. Godsdienst zit in zijn hoofd, overdreven. Alles overdreven. Je kunt het ook gedreven noemen natuurlijk, hè? Nee, dit is niet meer gedreven. Gedreven, gepassioneerd, daar hou ik van. Maar hij slaat door met alles. En dan krijg je ook in zo'n elftal iets van... Ja, dan word je een beetje gekkie. Ja, zou je denken dat ze zo over hem denken? Dat denk ik wel, voetballers kennen, ja. Want het enige is wel wat jij zegt, dat soort mensen moeten zich eigenlijk helemaal niet profileren, toch? Die nee, dat zijn mensen die moeten dat anoniem doen. Als hij die mensen privé wil betalen, kan mij het schelen. Ja, wat die... ja, de licht en de vrij doen dat ook, hè, met die ene jongen uit Winterswijk, waar jij het over hebt. Alleen, die proberen daar iets minder over uit te Ja, het zijn toch altijd mensen, de tetro's van deze wereld, ze vinden het ook lekker. Ja. Ze vinden het ook lekker. Ja, ze worden er blij van. Ze worden er blij van als ze in de belangstelling staan. Als zijn naam genoemd wordt, als ze... Dat ze hun steentje bijdragen. Kijk mij nou aan het geheel. Kijk mij nou. Ja, maar als er een probleem is, René, dan heb je meteen een paar sportpsychologen die in de krant eigenlijk hun diensten aanbieden, weet je wel. Ja. Die staan allemaal te dringen om erbij te horen. En dit is gewoon zo'n personal trainer uit Winterswijk. En dan denk ik, ja. Het zal allemaal. Het zal allemaal wel, ja. Ja. Ook voor het laatste voetbalnieuws ga je naar veronicainsight.nl. Doei!